de stad dan loopt dit, hè? Ja. Mag hier maar stilstaan. Zo, 8000 kilometer. Ah, nou, waar gaat de reis, waar gaat hij naartoe dit zomer? Dat is een goede vraag. Jongens, we gaan naartoe. Salzburg, hè? Ja. Salzburg uiteindelijk. Cubaanse stijl. Beetje ouderwets. Beetje afgesleten. Daar ga je echt mee rijden met die vlag? Yeah. Ja, alleen bij aankomst en vertrek. Oh, zo. Ik moet nog de motor mee poetsen. Een paar gaten erin maken. Jullie doen dus de auto in Cubaanse stijl? Ja, Cubaanse stijl. En dat is Cubaanse vlag. Daar komt Che Guevara komt op de motorkap. De wat komt de motor? Che Guevara, die vrijheidsstrijder van Cuba. Ja. De uur en daar. Hier nog een Cubaanse vlag. En aan de andere kant hetzelfde. Op de achterkant doen we nog het land zelf. In een klein tekeningetje. En ook nog Che Guevara in het klein achterop. En voor de rest gaan we zelf in stijl natuurlijk. Leger pakje aan. Sigaartje op, het Cubaanse leger petje. Wat gaan we nou dan doen, Michael? We gaan nou niet nou het plaatje erop op, oh, ja, zo, ja, ja. Schijnen. Als het lukt, hè? Steken erna. Zeg je? Ja, stekker zit erin. Alleen er zoekt nog iemand die in een kwartier zo met het ding kan staan hier. Wij kunnen ook wat beeld wel even zeggen. Want hij moet wel. Plaggetje recht. Ja. Nou, zijn we nu weer goed op. Afwas. Zwaai met die vlag, hè, Teun? Zwaai met die vlag. Zo. Zo. En nou weer verder klussen, hè?